met Miss Jax. Ze gaat om 5 uur de techno al helemaal laten knallen. Ja. Hoe voel je je? Ja, super. Ik heb er echt hartstikke veel zin in. Nerveus? Nee. Wat voor gevoel geeft het jou daar op het podium te staan? Een enorme kick zo op het podium. Als je gewoon echt een hele massa voor je hebt van mensen die echt helemaal met jou uit hun dak gaan, super. Echt een kick. Ja. Lekker al die aandacht? Nou, aandacht is wel lekker. Ja. Dat kan ik in komen. Ja. Ja, nee, is wel lekker. Maar de naam Miss Jax? Nou, de naam, de DJ-naam was Jax. Omdat ik een naam moest hebben en ik vond het gewoon lekker klinken. En toen kwam ik wel zo op parties en zeiden mensen, hey, dan heb je mevrouw Jax, dan heb je Miss Jax. Nou, toen is het eigenlijk Miss Jax geworden. Klinkt wel stoer. Ja, leuk hè? De eerste informatie die ik van Q-Dance kreeg is een helemaal self-made woman. Waarom zeggen ze dat? Ja, ze noemen mij een self-made woman. Omdat ik het label helemaal alleen begonnen ben. 15 jaar geleden alweer. En eigenlijk alles helemaal zelf gedaan heb. En hoe kan je jouw muziekstijl noemen? Mijn muziekstijl is harde techno, acid, lekker stevig. Ja, je hebt tot pas geleden ook Nederhop gemaakt. Daar ben je mee gestopt, toch? Ja, ik was in 91 heb ik Osnorpossie getekend. En Nederhop is eigenlijk heel erg groot geworden. En ik heb heel veel Nederhop uitgebracht, 12 jaar lang. En nu vond ik het eigenlijk wel belletjes. Dus ik had zoiets van, ik hou het alleen bij techno. Hoe ziet de toekomst van Miss Jax eruit? In de toekomst wil ik zeker nog flink blijven draaien. Nog een opvolger maken van het mixalbum. En ik ben nu in de studio bezig aan een nieuwe plaat. Dus nog genoeg te doen. Met wie zou jij nou wel eens de studio in willen duiken? Met wie? Met Jeff Mills lijkt me wel leuk. Ja, waarom? Ja, ik heb respect voor die man. Is dit iets wat je tot je 65ste gaat blijven doen? Ja, misschien wel tot mijn 85ste. Zet hem op straks. Ja. Laat het knallen hier. Ja. En ik zie je straks. Dak gaat eraf hoor. Ik sta hier met Pavo en The Prophet, oftewel Hardheads. Jongens, om 2:15 vannacht is het zover. Dan staan jullie hier op de mainstage. Ja. Zenuwachtig? Ja, een beetje. Een beetje wel. Ja. Jij? Ja. Gezonde dosis spanning heet dat. Ja. Ja, het is lichtjes gespannen dus. Ja, ja, ja. Maar dat is lekker, dat hoort erbij. Dat is mooi omschreven, Paul. Ja. Hardhead 1. Hardhead 2. Over. Wij gingen muziek maken, voor op mijn label, Scantrax Records. Toen hebben we een plaatje gemaakt, Hardhouse Generation en Wreck This Place. Dat is zeer goed ontvangen door de mensen. En vandaar dat we eigenlijk op dat project zijn doorgegaan. Precies. Hardheads, in your face. Ja, er zitten een beetje hardhoofden. Hebben jullie vaak ruzie? Nee. Oneenigheid? Nee, ruzie niet. Oneenigheid is menselijk, denk ik. Oneenigheid is goed. Is goed, houd je scherp. En we zijn wel duidelijk tegenover elkaar. Precies. Wie bepaalt er welke plaatjes jullie gaan draaien? Ik. Nee, we bepalen niet. We bespreken alles, denk ik wel. Bepaal een beetje. Jij dat? Bepaal jij dat? Nou ja, nou, dat bepaalt de plaat. Wat zijn de verschillen tussen jullie? Mijn neus is groter. Ja, jij gaat wel wat langer mee sowieso. Ik ga wat langer mee, oké. Dus jij bent meer belegen? Belegen? Jij bent jong belegen. Ik ben, hoe noem je dat ook weer, 48 plus. Ik weet niet eigenlijk wat ons verschil is. Wat draaistil? Ach jij, helemaal niet denk ik eigenlijk. Hij houdt van dezelfde soort muziek als ik. Wat gaat nou voor, de solo carrière of jullie samen? Ja. Ja? Ja, vind ja, ik wel. Dat is gewoon ja. Nou, wat gaat voor sowieso je solo carrière en waarom? Doordat je solo goed gaat, heb je meer kans van slagen als je alle twee goed gaat om met z'n twee iets te maken. Dus ik denk dat mijn solo carrière, en ik denk dat ik voor jou ook wel mag praten. Ja, voor mezelf geldt het ook. Ja. Solo gaat voor. Je hebt elkaar eigenlijk niet nodig? Ja, we hebben elkaar wel nodig. Maar het is gewoon leuk om af te wisselen. En hoeveel keer in de week treden jullie nou zo op? Oeh, nou, ik ben meestal 2-3 keer in het weekend wel aan het draaien ergens. Maar het is niet alleen het draaien in het weekend. Ook door de week ben je dus met je management bezig, zeg maar. Het uitstippelen van je agenda en plaatjes maken. Dat vergt ook veel tijd in de studio zitten. Dus ja, mensen denken er wel ook te makkelijk over. Over het DJ zijn. Volledig mee eens. Ze denken alleen maar dat je op grote evenementen staat, dat het leuk is. Ik bedoel, het is uiteraard leuk, maar er zitten ook stukjes bij die wat minder leuk zijn.
Bijvoorbeeld, ik heb jarenlang migraine gehad. Dat als je migraine hebt, dat je ook moet gaan. Want er staan mensen op je te rekenen en te wachten. Sinds ik gestopt ben met blauwen, na 21 jaar blauwen, heb ik geen migraine meer. Oké, dat begrijp ik ook niet. Nee. Moet even een dokter bij halen. Nee, hoeft helemaal niet. Het gaat prima zo. Oké. Hoe voelt dat nou op zo'n podium staan? Machtig. Stoer. Allemachtig. God allemachtig. Dus het is gewoon leuk om feedback te krijgen. Dat, absoluut. Is, echt, dat is denk ik het leukste absoluut. Van draaien. Absoluut. Dus als je een plaat opzet en de mensen die pikken in één keer dat riedeltje op, weet je. En ze gaan in één keer en ze juichen, ze schreeuwen. Dat doet je echt heel veel goed gewoon. En dan, dan is het helemaal leuk, sorry dat ik je interrompeer, maar is het helemaal leuk als het je eigen plaat is, toch? Ja, dan helemaal, ja. Hard heads. Dat zeg ik. In your face. Ja. Wanneer waren jullie nou echt heel erg zenuwachtig? Nou, dat is al heel lang geleden dat ik echt zenuwachtig was. Ik heb meegedaan met mixerstrijden vroeger. En toen ben ik ooit eens in de kampioen geworden in de Roxy. Voor DMC was dat, samen met Fruit Child. Wanneer was dat? Ja, dat was in 92. En ik ging al naar Engeland toe, naar de Ministry of Sound. En dan mocht ik meedoen, dan moest ik Nederland vertegenwoordigen. Nou, het is dus niets erger om voor een jury te draaien. En dan moet je in 5 minuten je ding doen. En een paar Okervos in de jury en nog wat grote namen. En dan sta je echt te trillen als een rietje. Dat hoeft voor mij niet meer. Ja. Dat was gelijk, ben je in één keer van je plankenkoorts af. Ja, of het wordt erger. Jij? Ja, ook heel lang geleden, 22 november vorig jaar. In de Gelredome Climax moest ik met een of ander raar monnikenpak over mijn hoofd als de Prophet opkomen. Met een spiegelbol in mijn hand. En dan een trappetje aflopen, wachten op je cue point om naar beneden te lopen. Dat je toch nog de trappetje in de gaten moet houden en je monnikenpak. Dat je niet struikelt van het trappetje. En dan die bal omhoog houden, licht eruit, laser op je spiegelbol. En zenuwen, mag ik wel zeggen. En de mensen reageerden wel heel erg leuk. Dus in één keer waren alle zenuwen ook weer verdwenen. Maar dat was toch wel mijn laatste grote moment voor zenuwen. Voor 25.000 man zo'n actie ondernemen. Ja, absoluut. Dus toch even zweten. Hey, DJ Scott Project. Yes, I'm DJ Scott Project from Germany, Frankfurt. And I'm in Holland today. Yeah. Why don't you play reggae? I just look like. And my hairdresser, he died a couple of years ago, and I couldn't go to the hairdresser again, so yeah. I let it grow. I produce and I play hard trance, like harder beats with melodic pieces inside, and yeah. Sometimes a little bit techy, sometimes trancey, but it always depends on the crowd and the reaction. What kind of feeling do you have when you're on stage? To be honest, I always get a little bit nervous, yeah. Right to play in front of this massive crowd. But after the first record I play, then I go into it and enjoy the atmosphere, and I'm always happy to play in front of massive crowds like this. Is this the first time in Holland for you? No, I played the last couple of years in Holland, and I travel around and. Yeah, Holland and the UK and maybe Australia, they have a really strong scene, really strong dance scene, really healthy. Yeah, Q-Dance, they always do some nice parties, and I like the label as well, the Q-Dance Records. Yeah, Q-Dance, it's a place to be, especially tonight. Maybe they have to try a party like this in Germany also. Yeah, I think it will be hard to organize this at the time, I don't know. The days are over in Germany. Maybe I hope that this will coming be soon again, like in Holland. But I play more in the UK and rest of the world than in Germany, basically. So when I say overdose, what do you say? I say overdose. Just have one. No. It's the label I work for the last more than 10 years. All of my productions are released on Overdose. I just released FM, Feeling Me on Overdose. Then I did a remix for Derb on Tracid Tracks, will be released soon. And in a couple of weeks we will release an artist album, my first one on CD. Yeah, I always use letters for my tracks because it's much easier. It's a story from the past. 10 years ago, my record company asked me, I gave I did a track, and we had no sample inside, no word speaker, nothing. And they asked me, what's the name of the track? I said, I have no idea. Just call it X. And I start with the X as a letter.
Dana, het mooiste meisje wat het hardste draait. Vind je? Nou ja, hard, ja, toch wel. Altijd. Lekker. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon heerlijk. De nummer 1 vrouwelijke DJ van Nederland. Wat doet dat met jou? Ja, het is een goede prestatie, toch? Ik ben er heel blij mee en ja, trots op, kan ik wel zeggen. Nederland te klein geworden? Nee, helemaal niet. Ik kom nog steeds in discotheken waar ik nog nooit geweest ben. Ik wist niet dat we de schaf wel hadden. Hé, hey, en Dana, je bent sinds kort een eigen label gestart. Kan je daar iets over vertellen? Ja, eerste release is net uit, een klein maandje. En ja, toch even, net even anders dan ja, gangbare Dana-plaatjes. Even, wat... Ja, wat is het verschil? Nou, de B-kant heb ik iets meer ja, naar mijn eigen gevoel gemaakt. Dus gewoon eigenlijk niet echt een hardstyle-plaat. Een beetje DXR-sound met techno en toch wel heel stoer ja, geluid erin. Hoe ziet de toekomst voor Dana eruit? Ja, god, ik leef bij de dag, hè. Ik ja, kijk niet heel te ver naar voren, want ja, het moet wel spannend blijven. Kunnen we in de nabije toekomst een kleine Dana gaan verwachten? Nee. Nee. Nee, een grote Dana is genoeg. DJ Luna en DJ Pila, jullie... Hoi. Draaien samen, produceren samen. Jullie zijn wel dikke vriendjes, hè? Dat klopt inderdaad, ja. Tenminste, mag ik wel hopen in ieder geval. Collega's, vrienden en ja, draaimaatjes, zoals vanavond. Ja. We gaan even een set neerzetten om 1 uur op In Control. Ik heb er zin in. Waar jullie samenwerking? Ja, we zijn een tijdje geleden, een aantal jaar geleden, aan elkaar tegengekomen. En we kwamen een beetje tot de conclusie dat we wel een beetje op één lijn zaten. Elkaar ja, denken van waar we naartoe wilden, zeg maar, met de muziek. En, ja, met de producties. Zodoende zijn we eigenlijk met z'n tweeën en met de broer van Rodney een label opgestart. Ja. En dat gaat hartstikke goed, Stredon Recordings. En waar willen jullie heen dan in de toekomst? Nou, ja, we willen meerdere richtingen op eigenlijk. We willen ons niet vastpinnen op één, op één segment, zeg maar. Het hardstyle wat op dit moment heel erg populair is. Maar ook meer op de techno en dan denk ik met name aan Richard. Ik zelf een beetje de hardtrends kant op. En ja, we kunnen dat een beetje combineren ook met hardstylen, wat we nu doen eigenlijk. Dus het wordt anders dan wat jullie nu draaien in de toekomst? Nou, de muziek verandert eigenlijk altijd. Dus ja, je verandert met de muziek mee. Of misschien moet ik eigenlijk zeggen dat we de muziek veranderen zelf een beetje. Nou ja, kijk, stilstaan is achteruit gaan natuurlijk. We zijn gewoon bezig om elke keer een beetje de stijl te vernieuwen. En ik voel me iets meer aangetrokken tot techno eigenlijk. Dus ik wil eigenlijk een beetje meer die kant op. En natuurlijk ook gewoon de hardstyle die ik nu nog doe. En Rodney is wat meer van de melodietjes en de geluidjes en de hardtrend, zeg maar. Ja. Wie van jullie beslist welk plaatje er gedraaid wordt? Nou, eigenlijk draaien we niet zo heel vaak samen. Het is eigenlijk een van de eerste... Tweede keer of ja. Zo. Dus, ja, we zien het vanzelf. Kijk, hij pakt zijn plaat, ik pak mijn plaat. Wordt vanavond ruzie hier op het, het hoofdpodium. Er gaan wat klappen vallen, denk ik. Nee, het is altijd gezellig, weet je. Het is gewoon aanvoelen. Het is een gevoel. Als je achter die draaitafel staat, dan denk je niet na over wat of wat. Je ziet het publiek en je gaat gewoon. Dat is tenminste bij mij altijd het ding wat altijd werkt. Wat voor gevoel geeft het jou om hier straks te staan? Dat is het beste gevoel wat ik kan krijgen. Dat is mijn passie, dat is gewoon mijn ding, weet je. Als ik hier sta, er is geen gevoel wat daar tegenop kan eigenlijk. Ik heb het al eens eerder verteld, maar het is gewoon super. En als het dan nog helemaal goed gaat, dan heb ik een heel voldaan gevoel. Jij? Ja, ik denk dat ik me daarbij aan kan sluiten. Het is een onbeschrijfelijk gevoel als je hier ja, voor 10.000 man, denk ik, wat erin kan. Ja, hoop in deze hal, ja, als je die uit hun bol ziet gaan en allemaal ziet springen en dansen, dan dat geeft je echt een heel goed gevoel. Kippenvel. Wat is Q-Dance voor jou? Q-Dance is een organisatie voor mij die ja, echt altijd alle puntjes op de i zet. En dat is volgens mij ook wat het publiek nu gewoon merkt, weet je wel. Vanwege andere organisaties laten af en toe wel eens een steekje vallen. Maar ik vind dat ze het altijd zo goed in elkaar bezitten. Dat, ja, het publiek weet het ook. En daarvoor gaat het ook gewoon uitverkocht elke keer. En voor de rest zijn het gewoon hele goede gasten. Hele goede gasten die echt vol gas voor de muziek gaan. Oh, het gaat hier nu al los. Het gaat lekker los, ja. Hey, hebben jullie het ook wel eens in het buitenland gedraaid? Ja, ik ben een paar maanden geleden in Australië geweest. Super gaaf. Wel wat ander publiek, het is wat meer open-minded. In Nederland weten ze echt een beetje wat ze krijgen. Ze zijn soms een beetje verwend, zeg maar. Ja. In Australië is het allemaal nieuw voor ze. En ja, helemaal los. Heel kikker. Ja. En verder ga ik dit jaar naar Spanje. Creta ben ik vorig jaar geweest. Maar dat is gewoon volgas knallen daar zo. Jij?
Ik ben ook best regelmatig naar het buitenland geweest. In Europa eigenlijk alle landen gehad. Ook naar Indonesië geweest. Hoe is dat in Indonesië? Want het lijkt me echt een wereld van verschil. Dat sowieso. Nou, ik zou je zeggen, dat gaat daar 7 dagen per week gaat dat door. De ene discotheek gaat dicht, de volgende gaat open. En voor je het weet, kom je op een dinsdag of een woensdagmiddag de discotheek uitrollen daar. En dat is, ik geloof dat in Jakarta alleen 10.000 discotheken zitten. Dus, is dat daar wel helemaal hot, hardstyle? Nee, hardstyle niet. Ik denk dat het is daar meer techno toch wel. Ja. Er komt een nieuw sublabel van Straight On aan. Ja. Vertel daar eens wat over. Het is er eigenlijk al net gelanceerd. De eerste is net uit. Het label heet Straight On Black. En wat we daar gaan doen voornamelijk is hard trance, techno, waar we het net over gehad hebben. En een combinatie tussen die stijlen, denk ik. Als jullie 65 zijn, staan jullie dan nog hier? 65? Nou ja, wie weet, oude opa. Nou ja, ik durf niet te zeggen, maar ik denk misschien wat meer achter de schermen. Maar muziek zal er altijd blijven voor mij. Dat is voor mij heel belangrijk. Het zou een leven zonder muziek zijn. Geen leven. Voor jou? Sluit ik me bij aan. Ja. Ik kan me niks anders voorstellen. So, who are you? I'm Danny. I'm from Switzerland. And I represent Flutlicht here. What kind of music do you make? What kind of style? He plays a bit more trancey and more groovy. And I play a bit more the harder stuff. More hard trance. We publish on different labels. Actually, I have for myself, I have a new single on IDNT. It's Woodchuck, Tulips and Chocolate, and Marcel Woods and I did it together, and I'm really looking forward to the release of it. When did you start as a DJ? It was 1996. I started to buy records. 3 years later, I started producing with a very good friend. His name is Reverb. And I did all productions with him together in the last 4 years. Released about 5 singles until now. Made a lot of remixes as well. Are you really famous in Switzerland? I prefer to be more popular in the Netherlands than in Switzerland. To be honest, the party people in the Netherlands are really, really cool. They party really hard and they go with the music, and I love to play here. What's the difference with Switzerland? In Switzerland, they are maybe a bit more reserved, you know. It's really nice to play there, but here is a bit more more energy into the people, you know. It's a bit more euphoric and bigger events. So, who's the boss? Who's the boss? Nobody. No? I'm the master, he's the slave. That's what I want to hear. Do you have a big idol? I don't have. I just have one idol. It's my own producer. It's Reverb. I did the whole work together. And I never had really an idol. Who's the best artist? I don't think there is the best artist. You know, every artist has his own style. So in a particular way, everyone is the best. But I don't try to imitate someone. I want to innovate. I want to be my own artist. So. Can you handle all the women? Pardon? Can you handle all the women? I didn't understand the question. What was it like? But the vrouwen! I have. Can you handle them? No. I have a girlfriend since. He's serious. I'm very serious. Yeah, I'm serious. Since 4 years and. I don't handle another women, really. What about you? Chuck is still available on the market, so if you are interested, just email me. I'll contact you, of course. Take him. So where's the DJ in 20 years? I think the DJ in the future will be more an entertainer. Because people pay money for a party and they want to have fun, and it's more about entertainment than about music, maybe. So last question, do you use drugs? Of course I use drugs. Music is the drug, and it's the only drug and the only true drug. Zo, Bas en Ram, we zitten hier in een hele koude energiezaal. Zenuwachtig? Nou, het valt, zonder zenuwen. Ja, precies. Het is de zenuwachtigheid
Dat hebben we bijna niet meer. Het is een gezonde spanning. Dus een kriebel in je buik, je hebt niet echt honger, je bent een beetje onrustig, je slaapt slecht van tevoren. Maar het is een heel lekker gevoel. Het is een beetje adrenaline en vanavond is de ontlading. En omdat we het al een tijdje doen, is dat niet meer onplezant, die zenuwen. Het is gewoon een hele lekkere, gespannen situatie waar we eigenlijk al de afgelopen paar dagen echt naartoe leven. We gaan beginnen met ons nieuwe plaatje en vervolgens draaien we eigenlijk van alles wat we krijgen van mensen, wat opgestuurd, wat promotionele dingen en voornamelijk ook vinyl. Hoe kan je jullie stijl omschrijven? Energy trance, hard trance. Het is eigenlijk de hardheid van hardstyle en de melodieën van trance en dat gecombineerd. Is het een beetje jullie eigen stijltje? Ja, in principe wel. Zijn we eigenlijk de enige in Nederland die dit draaien. De meeste die draaien op het moment of hardstyle of trance nu. En ja, wij zijn een van de weinigen die het zeg maar de mix maken. Hey, produceren jullie ook samen? We produceren ook samen, wel met verschillende mensen. Sinds anderhalf jaar zijn we echt druk bezig daarmee. Altijd wel in een combinatie met een engineer. En dat gaat lekker nu. We hebben 4-5 projecten lopen. En vanavond gaan we weer een nieuwe plaat van ons, zoals een première zeg maar, kijken hoe die het doet. Hoe bevalt dat, die samenwerking van jullie? Ja, goed. We draaien nu 8 jaar samen en het is natuurlijk fijn om als je samenwerking hebt op de wat minder leuke feestjes. Of als je niet alleen bent, dan sta je maar alleen. Met z'n tweeën is het gewoon een stuk gezelliger. Je kan zelfs op een minder leuk feestje kun je gewoon met z'n tweeën een gezellig feestje ervan maken. Want je bent altijd met z'n tweeën. En één kan even pissen en even snel. Kan de ander lekker even doordraaien of een borreltje halen. Het is een stuk gezelliger met z'n tweeën als in je eentje. Er is ook veel meer energie met z'n tweeën. Je pept elkaar ook op als het ware. En ik denk ook wel dat het eraf straalt bij ons. Daar staan we ook bekend om. Dat als de DJ-boete toelaat, en bij de goede evenementen is dat gelukkig zo, dan staan we echt te springen en gek te doen erachter. Hey, Bas en Ram, dat klinkt lekker oer-Hollands. Ram is eigenlijk een Indiase naam, om precies te zijn. Dat betekent bron van geluk. Dus. Ja, bron van geluk. Maar een hoop mensen denken dat het een artiestennaam is van Ram van Rammen, maar het is echt zijn naam. Ram van Rammen. Mijn naam Bas is ook heel toepasselijk. Bas is natuurlijk uiteindelijk waar het allemaal om draait in de dance. De oerdreun. Maar het komt gewoon van Bastiaan, van Saint Sebastiaan officieel. Zijn jullie je droom achterna gegaan? We zijn midden in onze droom. We zijn druk bezig om onze droom te verwezenlijken. We zijn erin. En dat is? Dat is muziek. Hè? En onze doelstelling is wel om wereldwijd om een erkenning te krijgen. Met wie zouden jullie nou wel eens de studio in willen duiken? Maxi Fieto, de DJ Scott Project. Zijn wel onze favorieten om een keer de studio mee in te duiken. Dat lijkt me een zeer aangename verrassing. En waarom? We volgen uw muziek al jarenlang. En dat zijn toch voor onze muziek wel de vooruitstrevende producers. Ja, hit na hit. Originele manier. Scott Project natuurlijk, die heeft wel een bepaalde sound. Maar vooral Maxi Fieto, die is erg origineel, elke productie. Ik denk zelf ook dat het wel erin gaat zitten in de toekomst. Om daar een keer wat mee samen te doen. Dat ligt wel in de planning. Ik sta hier met DJ Tatana en DJ Energy. Zij komen allebei uit Zwitserland. Daar zijn ze echt verschrikkelijk beroemd. Ze hebben daar meer dan 1 miljoen albums gekocht en Golden Awards ontvangen. How are you? Very good. Thank you. First time in Holland for you? Yes, now today. I'm really happy to be here and I think he also. This is almost the first time you perform together. How come? We produce together. But normally we play alone, our own set, not together. But today is special day, first time in Holland for us. And then we play together. When we produce singles together, then we go one way. But I think he play more harder stuff, and I play more soft, transier. I think this is the difference. Can you tell me something about your DJ history? It's difficult to say in 3 words our history, because we do many things. We DJing every weekend. We sold many CDs in Switzerland. I had number one album, my last album. Yeah. He also had many good CDs, and I don't know. It's difficult to say in 3 words our history, but we hope to go more international also, because in Switzerland we are now top and it's okay like this, but in the international we want to go more into Holland perhaps, or I don't know. We have a lot of fans. Yeah, in Switzerland. A lot of fan mail, lovers. Yeah, sometimes. How do you handle that? How do you handle that?
I talk with the people. I try to be myself, and yeah. The best thing you have ever did in your career? I think the Street Parade hymn and Street Parade CD. It's really big, huh? Yeah. That was my start to go. Stardom. Yeah. Thank you very much. Let them rock and roll tonight. Do you want to say something to the Dutch public? Yeah, I don't know. I say peace, love, and be yourself. Peace. Hoe was het vanavond op je school? Nou, helemaal top. Lekker vroeg gedraaid in de early rave. DJ Yves en Lady X draaiden voor mij. En early rave is toch wel waar ik vandaan kom ook wel. Ik draai nu voornamelijk hardstyle, maar jullie rave was zeker te gek. Het publiek ging helemaal te dak. En echt die oude early rave dingen, zeg maar oude hardcore rave dingen, het was helemaal top. Ik zit al 25 jaar in het vak. Toen ik 12, 13 jaar was ik al DJ. En later werd ik professioneel en in 1990 ging ik muziek maken en eigen studio gebouwd. En eigen label opgestart en sindsdien is het heel hard gegaan. En ik ben er nog steeds, maar ik wil in ieder geval altijd muziek maken en zo lang mogelijk draaien. Hoe kan het dat zo'n klein landje als Nederland het zo goed doet over het algemeen? En Nederland heeft altijd al vooruitstrevende DJ's gehad. En dat kun je zien aan Tiësto, Michel High, DJ Remy, noem maar op. Dus wat dat betreft hebben wij eigenlijk gezet de hele wereld en iedereen reist de hele wereld rond. Dus Nederland is gewoon niet niks. We hebben gewoon hele erg goede DJ's in alle stijlen. Dus, Wij doen niet onder voor geen enkel land. Echt niet. Ben je nog iets kwijt aan de mensen thuis? Ja, ik hoop dat jullie het allemaal naar je zin hebben hier in Control. En ik hoop jullie gauw te zien op DEFCON. Daar streef ik erg naar uit. Want de beach DEFCON, dat is helemaal top. Dankjewel. Hier is wel signing off.